Wat heeft deze jonge dame onder haar kleren verborgen? Haar juwelenverzameling? Tattoos misschien? Of gewoon een piercing? Ik heb een stoma. Dit is dan het stoma-zakje. En hieronder zit de stoma. Ik was denk ik een jaar of 15 toen kreeg ik langzaam klachten. En op een gegeven moment werkte de dikke darm gewoon niet meer. En 2021 was ik toen ik een stoma kreeg. Eline Roels uit bergen merkte al snel dat er veel genen en taboes over stomas zijn en bovendien veel misverstanden, zoals deze. Hé, hey, een beetje rare vraag Eline, maar jij hoeft toch helemaal niet in het toilet? Uh, ja, ik moet nog wel gaan plassen. Dat komt niet in mijn zakje. Oh, je, je kan er wel gaan plassen. Ja, ja, dat gaat via de normale weg. Omdat Eline op het internet weinig goede informatie voor stomadragers vond, heeft ze zelf een boek geschreven en een stichting in het leven geroepen. Stichting Stomaatje. Heb ik opgericht. Het begon als een website. Uiteindelijk werd het een stichting omdat er heel veel behoefte aan bleek te zijn. Ja, dat wordt heel goed bezocht. Uh, toevallig hebben we vorige maand ons record ingehaald. Bijna 26.000 unieke bezoekers. En nu is er ook de erkenning. Want Eline is voor een bijzondere prijs genomineerd. Ja, ik ben genomineerd voor Mooi Mens 2011. En dat is voor als je een goed initiatief in de zorg hebt opgezet wat anderen inspireert. Succes met haar site en boek. En nu dus een nominatie op zak. Allemaal mooi, maar zou Eline dit alles niet wat graag inruilen voor een leven zonder stoma? Uh, nee. Je zou niet meer zonder stoma willen? Nee. Dat vinden mensen misschien raar om te begrijpen. Uh, ja, het heeft me ook uh, een bepaalde richting in mijn leven gegeven. Waardoor ik ook weet wat ik bijvoorbeeld uh, qua beroep wil. Ik heb daar mensen door ontmoet, ervaringen opgedaan. Uh, ja, dus nee, ik wil, ik wil niet meer zonder. Ik ben daardoor wel een ander mens geworden doordat ik uh, ja, ziek werd. Je zou bijna kunnen zeggen dat jouw stoma een verrijking is. Ja, ja misschien wel. Ja.